Hallo beste kijkers, lieve Euridruk vrienden, welkom bij even een korte tutorial. Een tutorial even eh, ter aanvulling op de tutorial die ik onlangs heb gemaakt voor het scannen van de bakken: eh, de BDF-bakken van de Tandem Adam voor de Scania Next Gen voor, of, van uh, Eugene. Ik heb er daar uh, onlangs een tutorial over gemaakt en ter aanvulling daarvan wil ik graag deze tutorial nog even maken om jullie te laten zien. Hoe je ook de size van de WIPKAR in de kleur kunt krijgen. Zoals jullie op deze foto kunnen zien, uh, die zijn nog wit. Als je de size kiest uh, in de game van de WIPKAR, dan zijn ze wit. Of je nou gespoten doet of met het kroonlogo erop. Ze zijn uh, in de witte kleur van de kroon en niet dus in de kleur van de scan. Ik kan het even laten zien aan de kroon-template, waar je dus je, je scan opmaakt. Uh, dan zie je wel in de vehicle Map staan. Bij de, truc, of bij de trailer, beentje op. Dit zijn dus, waar ik ook in die, in die uh, voorgaande tutorial heb laten zien, dit zijn dus de templates waar je je scan op maakt voor de trailer. Maar goed, je kunt hiermee dus niet uh, je skirts in de kleur doen. En dat was wel een beetje jammer. Ik, heb, uh, ja, ik ben daar even ingedogen ik heb er even wat uh, bestudeerd. <laughs> ik denk, hoe kun je dat nog eventjes veranderen? Het zou wel zo mooi zijn dat je die ook in de kleur van je scan zou kunnen hebben. Nou, uh, ik heb het ontdekt en dat wil ik jullie heel graag nog even laten zien. Een beetje ter aanvulling op de laatste tutorial, zoals ik zei. Uh, je moet daarvoor gaan naar de dev en de base files van 1.39 natuurlijk. De laatste versie. En dan ga je naar de vehicle. En dan de trailer owned. En dan naar de upgrade. En dan ga je naar. Paintjob en dan kies je even de kroon profiliner. En dit zijn de scans die erin zitten. En ik pak ook even hierbij de profiliner en dan zie je hier de scans in staan, zoals die ook in de game zitten. Zie, dus dit zijn dus de SCS templates van de kroon oplegger van de kroon. Uh, ja, van de kroon oplegger. Waar het mij om gaat, je moet deze vier die size 0x0. En die shared, onderstreepje, FFF. Die moet je even kopiëren. En uh, ik zal ze kopiëren naar het bureaublad. Dus rechtermuisknop erop, kopiëren. Of CtrlC, CtrlV. Dat moet je helemaal zelf weten. Maar die moet je even kopiëren. Uh, en in dit geval, zie, hier staan ze weer. Naar het bureaublad. Ik heb ze hier eventjes naar het bureaublad gesleept. Nou, dan kun je de Defende base Files natuurlijk weer afsluiten. Dat heb je verder niet nodig. Uh, wat je dan moet doen, ik zal eventjes hier, want het krast wat heb ik in de hand. <laughs> uh, dan heb je dus de scan die je gemaakt hebt voor die bak. Nou, in dit geval de Wiersma Logistics, uh, Wipcar scan, zo heb ik hem maar even genoemd. Ik ben nog even waar een test het, testen en het doen. Uh, Nou, zo heb ik hem maar even genoemd. Deze scan heb ik dus gemaakt. Uh, op die Chrome template. Uh, ja, dan heb ik hem dus. Ja, dat is die Chrome template. Hè, wat ik jullie snel heb la laten zien. Dat is de template die standaard bij die webcam geleverd is. Die, die, zit, die kun je dus ook downloaden in die add-on. En dan kun je daar je scan op maken. Uh, je ziet ook wel, er zit ook geen material mapje bij in. Daar kom ik zo even op terug. Maar uh, Dit is dus de scan mod die ik gemaakt heb. Hier op die bakbaar. Zo zullen jullie hem ook ongetwijfeld gemaakt hebben. Nou wat ik gedaan heb. Uh, ik heb de. Vehicle map. Heb ik eventjes. Uit die mod gesleept zo. En doe ik deze even weer op minnetje. En dan ga je die vehicle map even openen. En dan ga je naar de trailer round, Upgrade. Paint job. En nou. Uh, stand standaard staat de Chrome Load Carrier in. Die ook openen. Zo staat het dus in de standaard template van de add-on. En dan kopieer je hier of sleep je deze vier bestanden eventjes huppakee, hierin. Je ziet ze hier ook al staan: de TOBJ-bestanden en die shared en die size. Nou, die size, ik heb ze alle twee een kleur gegeven: de kleur, de paarse kleur, in dit geval van Wiesman Logistics. En ook die shared heb ik een kleur gegeven. Zie, ook dezelfde kleur. Moet je natuurlijk ook dezelfde kleur geven die jullie willen hebben, uiteraard. <laughs> maar die moet je dus even de kleur geven die je wilt. Wat ook op die, straks op die size skirts komt. Maar daarmee ben je er nog niet, want uh, de TOBJ bestanden die zijn natuurlijk ook anders. En daarom uh, heb je even de TOBJ editor nodig. Die zit standaard in de ets 2 Studio. Uh, je drukt eventjes op TOB, je editor, kies of selecteer hier, deze even een minnetje. En, en dan ga je hier even instaan met die Femico vehicle map heb je open, rechtermuisknop erop, kopiëren. En dan open je deze even en dan plak je hem daar even in en dan zeg je openen en dan zie je hier hetzelfde rijtje tevoorschijn komen. Wat ook in die vehicle map staat, zie. Nou, ik heb, uh, ik zal even de ondersteven doen. als dus als voorbeeld hier, Chrome Load Carrier Template Trailer. Omdat ik de mod zelf nog geen naam heb gegeven. Daar kom ik later wel eens op terug. Maar dit is gewoon standaard hoe die in die template zit. Maar goed, als je standaard, uh, als je de shared opent of die 0x0 size. Nou heb ik in dit geval, heb ik, mij, heb ik dit al aangepast in Chrome Load Carrier. Zie, dat staat hier ook. Zo moet je dat hier ook neerzetten. Standaard staat hier Chrome Profiliner, geloof ik. En dan staat hier in plaats van template uh, Profiliner. Uh, dus, dat moet je even veranderen. Zoals dat hier ook genoemd is. In die vierkompap. Dat kan in jullie geval. Uh, de Chrome load carrier moet wel. Dat moet je sowieso hier inzetten in plaats van Chrome.profiliner. Zoals het standaard erin staat. En de template, ja, dat is in dit geval een template, maar als je de scan een eigen naam gegeven hebt, dan moet je die in het uiteraard hier neerzetten. En natuurlijk niet vergeten op te slaan als je dat veranderd hebt. Uh, en dat is in dit geval net zo met die 0 keer nul size. Zie, uh, ik kan die wel eventjes openen, want die heb ik volgens mij nog standaard staan. Ja, zie, ik open hem even met klapblok. Als je hem zo opent kun je met klapblok openen. Maar dit is hoe die regel de standaard in staat. Zo komt hij uit de dev de base files weg. Chrome profiliner, profiliner shared. Nou, wat heb ik gedaan met die TOBJ editor? Ik heb hem veranderd in Chrome onderstreepje load, onderstreepje carrier. En zo staat hij ook in die template die er vast bij zit. En in dit geval de scan heet de template. Dus dat heb ik profiliner veranderd in template. Nou, ik heb het ook al eerder gezegd in het vorige tutorial. Ik kreeg ook wel eens de een opmerking, Joh, dat kun je ook hier net zo goed in veranderen. Waarom moet je dat zo nodig met ETS2 Studio doen? Nou, je kan hem hierin veranderen. Maar ik geef je op een briefje, het gaat niet werken. Je moet het met de TOBJ editor doen. Veranderen, opslaan en dan verandert hij hem hier ook in. Nou, als je dat gedaan hebt, euh, dan kun je hem weer Terug zetten hierin. Wat ik meestal doe is. Ik verwijder deze eerst dan even. Ik doe het nou niet omdat hij hier nog in staat. Maar dan uh, verwijder ik hem even. Het bestand verwijderen. Hoppakee. En dan gaat hij eruit. En dan sleep je deze er even weer, weer in. Want het wil wel eens gebeuren. Als je met veranderingen hier wat in doet. Dat hij hem dubbel overschrijft. En dan krijg je hele rare uh, ja, bestanden eigenlijk. En dingen die komen die erin te staan die er niet in horen. En niet in hoeven. Maar in dit geval, zie, het is allemaal veranderd. Daar moet je even om denken. Het klinkt heel ingewikkeld en het is misschien een beetje omslachtig uitgelegd, maar het is eigenlijk heel simpel. Nou, wat je dan uh, uh, nog even moet veranderen, want dat is uh, in de devmap van, de, van die scan die je gemaakt hebt, bij de trailer-owned. Dan moet je kijken uh, bij de templates. Hier staat hij ook weer. Uh, als je hier kijkt, er staat hier ongetwijfeld wat anders staan. Ik kan het wel eventjes erbij zoeken. Uh, ja, ja. Dit is dus die template waar ik nou in zit: Profiliner, Profiliner. Zie Dit is wat de standaard in die uh, template zit, die erbij geleverd is. Nou, hoe ik het gedaan heb, is die. Zie, ik heb uh, het eerste stukje veranderd in Chrome-Load-Carrier. En de template zo heet mijn scan. Want uh, als je dit doet, dan pakt hij de gewone standaard-Scan uh, weer, die witte kleur weer. Dit wil je niet, je wil graag je eigen. Dus ik heb Chrome-Load-Carrier erop gedaan. Template, daar moet je dus even veranderen. en niet vergeten op te slaan als je het veranderd hebt. Uh, en dan moet je nog even naar de accessory map gaan. Van je scan. En dan moet je dit veranderen, zie, want dat zal ik ook gelijk naar nou even laten zien. Dit is dus weer die template die er standaard bijgeleverd is waar je de scan op maakt. En als je dan share doet, zie, dan krijg je dus Chrome Profiliner Profiliner shared. Nou, als je die er eens zo in laat staan, dan krijg je dus alsnog die witte kleur, gaat het niet werken. Dus die moet je even veranderen, zie, in Load Carrier en ook de naam van je scan geven. In mijn geval is dat nog steeds template. En dit moet je laten staan. Nou, en dan niet vergeten natuurlijk op te slaan. Want anders dan uh, gaat het uh, ook niet werken. Dus dat is eigenlijk het enige wat je moet doen. Als je zegt van, goh, ik wil die, 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 size die wil ik in de kleur hebben. Ik ga het je zo meteen laten zien. In de game, hoe dat eruit ziet. Maar dan moet je dus dit gewoon doen. Deze vier bestandjes, die shared en die 0x0 size, even uit de dev en de base files halen van de Chrome ProfiLiner. ProfiLiner scan, nou, kopiëren op je bureaublad en dan zet je ze even in de vehicle map van je skin mod. Geef je ze even een kleur en dan uh, ga je met de uh, TLBJ editor eventjes die regels veranderen waar ik net over gezegd. En dan net, zo net, in de dev eventjes aanpassen, want in principe zet je in de dev hetzelfde als wat hier ook in de vehicle map staat, zie, paint job, Chrome load carrier, template. Dat is eigenlijk gewoon hetzelfde wat je dus ook in die def weer terug moet halen. Dat moet je gewoon exact zo overschrijven. Zie, kroon, paint job. En dan moet je dat hier hetzelfde zetten. Dit is gewoon de, dezelfde regel wat je ook in een vehicle map hebt. Zo simpel is dat eigenlijk. Nou, dat voor zover om de curves in de kleur te krijgen. Heb ik nog eventjes de material map ingedrukt. Het hoeft niet per se. Maar het is wel leuk, vind ik. Deze material map die heb ik gehaald uit de examples uh, scan die ik gemaakt heb voor de trailer. Voor de trailer scans te maken. Maar je kan hem overal weghalen, het maakt niet zoveel uit. Je kan hem ook zelf maken, natuurlijk. Material, wat zit erin? Material ui accessory. En dan heb ik hier twee verschillende uh, uh, scans in gemaakt. Uh, de weblogs key heb ik hier ingevuld, is voor de trailer. En de WIP-truc, zo heb ik het maar even genoemd, is voor de BDF Next Gen R-scan. En je zult het zo maar even weer terugzien in de game, wat ik daarmee bedoel. Um, dus twee, uh, uh, twee aparte scans er even in maken, gewoon diezelfde map. Moet je natuurlijk wel even anders noemen. Die voor de vrachtwagen noem ik WIP-truc, en die voor de trailer weblog. Natuurlijk niet vergeten om dat ook aan te passen in het uh, Notepad-bestand, in het MAT-bestand. Mat nou, dat heb ik al eens eerder uitgelegd. Ik heb Notepad ervoor. Die open ik dan even half en dan sleep ik, en dan klik ik die even aan en sleep ik die zo naar links. En hier staat misschien wel example, onderstreepje ski of example, maakt niet uit. Moet je even veranderen in hoe je hem hier ook hebt genoemd. En dat doe je dus ook met. Deze moet je niet vergeten, want anders werkt het niet. En dan natuurlijk ook even opslaan als je hem veranderd hebt. Maar dat spreekt voor zich. Nou, hetzelfde is weer met die uh, tobj bestanden, Ook weer eventjes met de tobj editor doen van de ETS2 Studio. En dan moet je hem ook even veranderen. Hier staat een WIP-druk net zoals hier ook. Maar standaard staat hier misschien wel uh, Example of zoiets. Ik maar wat. Moet je even met die tobj editor veranderen. Nou, en als je daar klaar mee bent, dan sluit je hem gewoon af. En uh, in dit geval staat hij er al in. Maar dan pak je deze gewoon, sleep je hem gewoon, hoppakee, in die mod. In die uh, scanmod die je gemaakt hebt. En dan komt hij er zo uit te zien. Dan zit hij er ook gewoon in. Dev Material Vehicle. Nou, ik ga er even laten zien hoe dat in-game eruit ziet. Uh, dan klik ik eventjes op rijden. En dan, hoppakee taal bij de garage. De vraagwagen editor. Nou als je dan de kleur kiest, als je nou niet die uh, material map erbij drukt, dan krijg je hier volgens mij, uh, ja, weet ik niet of niks te zien of je krijgt iets van kroon of zo te zien, ik weet het niet meer. Maar in dit geval zie, dit is dus wat ik, zei, wat ik heb, uh, heb laten zien in die materiaalmap. Dan krijg je hier mooi je scannaam kleur erin en uh, nou, ik heb in de template deze nog grijs gelaten, maar die kun je zelf een kleur geven. Uh, de trailer, is hetzelfde verhaal zie. Als, als je hier. Uh, als je dit niet die materiemaat erin doet, dan krijg je hier bijvoorbeeld ook zo'n kroon. Uh, meende ik dat je die hier kreeg? Nou goed, de scan daar gaat het uiteindelijk tenslotte om, maar ik vond het wel leuk om dit ook even te laten zien. Want dan kun je mooi zien welke scan als je moet hebben. En zoals jullie kunnen zien hier. Er zijn de zijskurts in de kleur die je zelf hebt gegeven? Ik kan het nog wel even laten zien. Uh, de zijskurts van de kroon, die zijn er gewoon wit. Maar het gaat me dus om de gespoten size skirts. Zie? Daar zijn ze in de kleur. Dus dan kun je ze mooi in de kleur doen wat je zelf wil. Dat was nog eventjes een aanvulling op de uh, tutorial die ik onlangs gemaakt heb over het scannen van die bakken zelf. Maar goed, toen was ik nog niet zo ver om de sauskeurts in de kleur te krijgen. En uh, ja, dat heb ik nou weer ontdekt. Of tenminste, ja, ik ben er eventjes mee bezig geweest. Ik denk van hoe kun je dat eenvoudig zelf ook doen. Nou, dat uh, wou ik jullie bij deze vertellen. Dus ik hoop dat het allemaal weer gaat lukken. Vast wel. Ik wens jullie weer heel veel succes ermee. Bedankt voor het kijken en het liken. En dan uh, ja, weer heel graag tot een volgende video maar weer.